een normaal, gezond kind is van zichzelf ontzettend leergierig. En als je daar dan op inspeelt, is het zo verrijkend. En dat komt op het juiste moment, op het moment dat hij er klaar voor is. Er bestaat zo'n neiging om te zeggen, je moet de leerlingen ontmoeten in hun leefwereld. En dan zeg ik ja, om hen daar als leerkracht zo snel mogelijk uit te halen. Children want to learn when they're engaged and they're active, but and it sticks with them in a way that just, oh, if it's a lecture, they turn their minds off. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. Vervoeging van esse in het Latijn. Som es est, somos est is som. Hoe kan ik tegen hem zeggen van dat gewoon nuttig zijn later, dat je dat kind? So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Filosofie ons een andere kijk bieden op de problemen waar wij heden ten dagen mee worstelen en ons misschien zelfs oplossingen aanreiken, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Dat is wat ik ga onderzoeken in deze aflevering van Het Voordeel van de Twijfel. Zijn onze scholen te streng of te vrij? Is er wel genoeg aandacht voor iedereen? En is ons onderwijs te prestatiegericht? Het zijn vragen waarover onderwijsexperts nog steeds van mening verschillen. Opmerkelijk dat na een eeuw van onderwijs de standpunten nog zo ver uit elkaar liggen. All right, go ahead. Het schoolsysteem, volgens mij, kan dat niet passend zijn voor iedereen. Ik geloof eigenlijk ook niet in een systeem dat voor iedereen werkt. De voormalige Antwerpse lerares Veerle Jochems zag kinderen blokkeren op de basisschool waar ze les gaf, zonder dat daar iets aan gedaan werd. Toen het haar zoontje van 4 ook overkwam, nam ze een radicaal besluit. Ze verhuisde met haar gezin naar de Ardennen, waar ze haar kinderen nu thuisonderwijs geeft. Hoeveel dagen zijn er van de week? Mama, waar is de laat? Vandaag. 4? 7. 7, voilà, de vierde zijn de seizoenen. En we hebben die hier al eens op kaartje gezet, hè. Ga je die nog eens in de juiste volgorde zetten, dat je de sims kunt overschrijven. Mama, ja. Ik neem mijn tenen. Voor ons persoonlijk vind ik het heel storend dat er een uurrooster wordt opgelegd dat totaal niet in overeenstemming is met de seizoenen. Zodra het mooi weer is, kunnen wij gewoon buiten gaan. En daar kunnen wij ook onze boeken open doen en eraan beginnen. Maar wij nemen gewoon die gratis vitamine D, die tegenwoordig iedereen tekort komt, op in onze huid. Wij gaan dan ook sneller bewegen. Onze zintuigen zijn ook meer open dan dat je tussen 4 muren zit. En het is ook bekend dat die licht, dat zonlicht, depressiviteit tegengaat. Dus ik denk dat dat toch allemaal heel positieve punten zijn die in het gewoon onderwijs niet aan bod kunnen komen, dat systeem zo. Ik noem mijn pedagogie ook graag de Socrates-pedagogie. Omdat Socrates zelf als filosoof ook met zijn leerlingen in de tuin wandelde, terwijl hij filosofische vraagstukken behandelde. En dat was inderdaad ook zijn methode, een vraag-antwoord, maar al wandelend. Vaak is het gewoon dat er dan de kinderen ook onderweg van alles tegenkomen. En ook met mij beginnen te praten, inderdaad beginnen te filosoferen. Hun zintuigen zijn bij mij open. Er ontstaat een les. Alleen de rode. En die waren zacht ook. Ja, dat is best dat ze zacht zijn. Zijn er al zachte? Ik weet niet. Vooral als het gevroren is. Ja. Het is moeilijk, hè? Hij is wel, hè. Agenda. Vind je het niet? Agenda. Ah, voilà, inderdaad. Hoe heet het? In het thuisonderwijs van Veerle vinden we ook de denkbeelden van de Franse 18e-eeuwse filosoof Jean-Jacques Rousseau terug. Voor Rousseau was de natuur goed en de maatschappij slecht. Om een kind te vrijwaren van ondeugden, kon men hem beter opvoeden in de natuur dan in de maatschappij.
in zijn boek Émile ou l'éducation voedde Rousseau de denkbeeldige leerling Émile op. Émile groeide op met weinig gezag en veel vrijheid. Hij mocht zich vooral niet laten meeslepen door de gangbare opinies. Opvoeden betekent geen regels of kennis opdringen, maar het kind zoveel mogelijk vrij laten om zijn eigen talenten te ontdekken. Zelf was Rousseau niet zo'n beste vader. Hij gaf zijn 5 kinderen na een geboorte af aan het Vondelingentehuis in Parijs. Dat vind ik juist ook een heel groot voordeel. Dat je inderdaad op een ontspannen manier kan leven in plaats van dat stresslevel altijd zo omhoog te leggen. Een normaal gezond kind is van zichzelf ontzettend leergierig. En als je daar dan op inspeelt, is het zo verrijkend. Gisteravond nog, 's avonds nog, we waren nog even buiten. Had Christophe dan nog eens in de lucht zo een spoor van een vliegtuig opgemerkt. En ik zei dat van de vochtigheid aan de vochtigheid kon liggen. En Mirja, wat is vochtigheid? En uiteindelijk zijn we heel de watercyclus beginnen vertellen. Hè? Gewoon uit spontaniteit. Uw tekening van uw reislader terug. 2 letters in uw dagboek. Lees eventjes waarom je de letters hebt. In boekhandel De Zondvloed te Mechelen spreek ik met eigenares en docentenfilosofie Anne Meskes over de huidige onderwijsdiscussie en de standpunten hierin van eigentijdse filosofen. Mijn favorieten zijn misschien toch wel Nussbaum en Michel Serres. Michel Serres? Ja. Ah, ja. Je ziet, ik moet even zoeken. Ja, ja. Michel Serres. De wereld onder de duim, ja. De wereld onder de duim. Lofzang op de internetgeneratie. Wat het mooie is, hij is ook grootvader. Hij heeft er 2, denk ik, 2 kleinkinderen. Ik vermoed een jongetje en een meisje. Maar in elk geval, die ontdekken de wereld natuurlijk via hun duimen. Mm-hmm. Via hun mobieltje, via hun tablet, de iPad. En hij kijkt ernaar en raakt er eigenlijk ontzettend enthousiast over. Maar zijn kinderen komen op de school en worden niet gewaardeerd voor hun kunnen. Dus hij vindt dat ze op de school in een soort van middeleeuwse verouderde toestand worden ingetrokken, waardoor ze gefnuikt worden om de wereld in te stappen. Alors les anciens médias, la télévision par exemple, je voudrais que mimer celui qui regarde la télévision. Il regarde la télévision. Hein? Il regarde la télévision. Il est devant son ordinateur. Quand vous êtes en voiture, il y a la position passager et la position conducteur. C'est-à-dire la position passive, la position active. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les anciens médias et les nouveaux médias. D'un côté, une position passive, et on s'endort. On peut même devenir relativement stupide dans cette position-là. Tandis que quand vous êtes en position active, vous avez une chance de devenir intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Michel Serres gelooft dus heel erg in de zelfredzaamheid en de natuurlijke leergierigheid van het kind. Net als vele Jochems. N-VA-politicus Peter de Rover, die zelf 30 jaar leraar is geweest, kan zich moeilijk vinden in het standpunt van Michel Serres. Ik ben iemand die overal op zoek gaat naar het waardevolle van het standpunt. En ik denk dat de complete onzin niet bestaat. Maar dit komt in de buurt. Uiteraard moet je hen dingen laten doen. Maar ik denk, er bestaat zo'n neiging om te zeggen, je moet de leerlingen ontmoeten in hun leefwereld. En dan zeg ik ja, om hen daar als leerkracht zo snel mogelijk uit te halen. Want hun leefwereld hebben ze al. En ik denk eigenlijk dat ik niet uitgerust ben om hen iets te vertellen over hun leefwereld. Misschien het omgekeerde wel. Maar ik heb al dingen gezien die zij nooit ontdekt hebben en misschien ook nooit zullen ontdekken op eigen houtje. En ik heb de ambitie om met hen te zeggen, er zijn andere dingen in het leven. Laten we die nu eens gewoon gaan ontdekken. Dit is Sven Pauwels. Ze geeft Engelse les op de Pius X school in Antwerpen. So there's a bit of a change to, a very personal question. En dit is haar man, muzikant Axel Peleman. En dit is een zoon, Thor. Thor is 12 en zit in klas 1 van de Pius X school.
De school dus waar Tors mama les geeft. Papa Axel en mama Wen verschillen van mening over welke aanpak het beste is. Hun zoon volgen in zijn interesses of hem bij de hand nemen. Oké, de expressie is overlopen. Dit is de vervolging van esse in het Latijn. Som es est, somus est is som. Hoe kan ik tegen hem zeggen van dat gaat nuttig zijn later, dat je dat kent? Dat gaat nuttig zijn dat je dat van buiten leert. Dat gaat nuttig zijn dat je een ezelbruggetje maakt. Wacht, hè, nog hier. Puniri. Puniri. Okay. Dus je hebt or. Or, restor, mor, mor mini unter. Voilà. Ik had graag gehad dat mijn zoon Latijn deed. Mm. Voilà. En daar hebben we, zeker geen ruzie over gemaakt. Nee. Dat is iets dat in zelfs niet gebeurt. Maar veel discussies over gehad van waarom juist. En waarom wil ik dat die kleine Latijn doet? Mm. Omdat hem het kan. Mm. Omdat hij het kan. En omdat zij ziet als leerkracht Engels, dus als leerkracht taal, dat het effectief iemand is die een meer ontwikkelde zin heeft voor talen dan wiskunde. Ik heb het vooral heel moeilijk met weer het nogal extreme gezegde van en hij moet Latijn doen, want hij kan het. Van mij moest hij dat absoluut niet, want hij kan heel veel andere dingen even goed. En ik wou vooral dat hij, als hij een keuze maakte, dat hij zelf achter die keuze stond en het niet zozeer deed om dat papa het zo graag wilt. En omdat papa dat vroeger ook gedaan heeft. En omdat papa daar toch ook nog altijd wel heel erg mee dweept. Dus nee, dat vond Filippies. Ik... Filippies is het anders als dwepen. Oké. Story of your life. Het feit is dat ik dag in dag uit met schoolgaande jeugd. Hè. Het zijn de echte pubertjes tussen de 13 en de 17 jaar waar ik les aan geef. En ik zie elke dag hoe belangrijk het is dat een kind gemotiveerd is en dat een kind inderdaad langs de ene kant genoeg uitdagingen heeft, maar langs de andere kant ook genoeg succeservaringen heeft. Het traditionele onderwijs, dat de scholier vertelt wat goed voor hem is, komt steeds meer onder vuur te liggen. Michel Serre noemt het zelfs middeleeuws. De Amerikaanse onderwijsfuturoloog John Moravec legt uit waarom het huidige traditionele onderwijs in zijn ogen hopeloos verouderd is. In our education system today and very predominantly throughout the world, kids go to a school and it's like entering a factory. They enter a classroom, they sit down, they almost have to punch in almost a time card because they're from 8 o'clock to 2 o'clock or whatever the time is for the school, and they come out as a finished product. Now, ideally, it's as a well-informed citizen that's able to participate in the world. This is a very, very effective way at creating factory workers. Right. The thing is that we don't have factories anymore. We ship them off to China. De school die het meest radicaal breekt met de bestaande schooltradities is de Sudbury School, waarvan er zo'n 30 over de hele wereld zijn. Eén ervan bevindt zich in Gent. Hier zijn leerlingen en leraren elkaars gelijken. De interesse van het kind staat centraal, precies zoals filosoof Michel Serre het graag zou zien. Het is 9 uur 's morgens. De leerlingen zijn binnen en ieder is bezig met zijn eigen taak. Karim heeft nog geen zin om aan zijn taak te beginnen. Zijn taak van straks is er overigens één die hij zichzelf heeft toebedeeld. Leerlingen leren echt vanuit hun eigen interesses en vanuit hun eigen de zaken die hun prikkelen. Dus er zijn geen vaste klasroosters of vakken die we aanbieden. Maar mis je niet iemand die het allemaal weet en die een beetje kan gidsen? Ja. Tegelijkertijd wel, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. Want ik doe ook aan. Ik probeer ook 3D-animatiefilmpjes te maken en 3D-spelletjes. En dat moet ik dan ook altijd zelf zoeken. Dus allee, ik vind het nu wel leuker om zelf te zoeken, want dan kun je het op je eigen tempo doen. Zelfs lezen is op de Sudbury School geen verplicht vak. We zien dat kinderen die hier komen, die de vrijheid krijgen
om op die manier heel organisch te gaan leren, dat die ook tot lezen komen. Soms op een latere leeftijd, soms op een veel vroegere leeftijd. Moet je toetsen maken? Moet je huiswerk maken? Nee. Geen huiswerk, ja. Ja, niet bepaald huiswerk. Je mag dat zelf kiezen ook. Ik luister soms gewoon de hele dag muziek, maar als ik dan de volgende dag zo denk van wat heb ik gedaan, dan probeer ik zo om mezelf terug te kijken en te zien van heb ik dan eigenlijk wel echt iets nuttigs gedaan? En dat is dan voor wat voor mij nuttig is. En dan probeer ik de volgende dag gewoon mijn dag anders in te vullen en misschien wel iets meer te leren of zo. In Amsterdam heb ik een ontmoeting met de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Nussbaum schreef het beroemde boek Niet voor de winst, waarin ze een pleidooi houdt voor onderwijs dat niet alleen maar gericht is op het afleveren van werknemers voor de arbeidsmarkt, maar vooral op het vormen van kritische en empathische wereldburgers. Wat vindt Nussbaum eigenlijk van het vrije onderwijs, zoals dat in de Sudbury School wordt gegeven? I think the totally free education, where the child sets the whole agenda, has been shown to be a failure, really. Children do not learn unless they're steered in the right direction and taught skills that make it possible for them to learn further and are challenged, you know, even competition. Unfortunately, it's not always nice. But places that have eliminated all grades usually find that the effort is diminished also. So there has to be a delicate balance between the structured and the free. Maar wat te denken van het verhaal van Quinten? Quinten kwam op de Sudbury School terecht nadat zijn ouders hadden gezien dat hij al meteen in de eerste klas van het middelbaar onderwijs was vastgelopen. Hij is hier op proefweek gekomen. We hebben ons ondertussen ook goed geïnformeerd hoe dat de school werkt en wat dat de achtergrond is van de school en zo. En na die eerste proefweek was hij enorm enthousiast. Ons leek het dan ook een heel goed idee. Hij is hier dan begonnen en gaandeweg hebben we hem terug zien openbloeien. En kregen we terug onze zoon, eigenlijk terug die we kwijt waren gespeeld in de maanden en de jaren daarvoor in het klassiek onderwijs. Op jullie hukje, tot bij mij huppelen. Nog. Kinderen mogen zich hier compleet onderdompelen, een passie volgen, zelfs al duurt die 2-3 weken lang. Kinderen hebben van zichzelf heel veel interesses, maar het is hier geen eiland op zich natuurlijk. Dus ze zitten hier niet alleen. En ik denk dat dat de creativiteit is en de rijke omgeving die wij willen bieden. Ook het feit dat hier mensen van allerlei leeftijden samen zitten. Dus ze gaan elkaar eigenlijk gaan inspireren. Het idee van een vrije school is niet van vandaag of gisteren. Door de eeuwen heen hebben filosofen en onderwijsexperts gezocht naar vormen van onderwijs waarbij in eerste instantie het zelfstandig denken wordt gestimuleerd. De eerste opvoeder in de filosofiegeschiedenis was Socrates. Op de markt van Athene bestookte hij iedereen met vragen. Zijn manier om mensen aan het denken te zetten. Zelf beweerde hij het antwoord ook niet te hebben. Socrates zag zichzelf als de vroedvrouw die zijn gesprekspartners helpt bij het paren van eigen inzichten. Want, aldus Socrates, van nadenken word je een beter mens. Immanuel Kant zou eeuwen later opvoeding en onderwijs dezelfde opdracht geven. De mens bevrijden van zijn onmondigheid door zelf na te denken. Met jullie filosoferen vandaag. En wie weet wat filosoferen is? Ja. Dat is, jij gaat allemaal vraaggevers stellen en dan moeten wij daarop. Binnen het traditionele onderwijs is filosofie geen vak. Maar filosoof Eef Cornelissen geeft op een aantal lagere scholen in Vlaanderen wel gastlessen filosofie. Nu, wie van jullie heeft er al eens diep nagedacht? Over de twee kleine poesjes van mijn oma, wie dat de grote en wie dat de kleine is. Hoe dat we zijn gemaakt. Hoe dat wij zijn gemaakt, ja. Oh. Hoeveel letters dan bestaan. Hoeveel letters bestaan er? Hoe zijn wij gemaakt, oké. Okay. Het is wel een beetje beter, maar ik heb een keer nagedacht of er niet zou bestaan dat nu nog niet bestaat. Of dat ze nog niet gevonden hebben.
en denken dat bestaat nog niet. Cornelissen probeert zo het zelfstandig Socratisch denken bij jongeren te bevorderen. Iets wat zelfs op de universiteit niet zo vanzelfsprekend bleek. Ik heb de methodiek filosoferen met kinderen leren kennen toen ik student filosofie was. En in mijn derde jaar heb ik even getwijfeld van, wil ik dit wel doen? Hè? Waarom doe ik dit? En zo verder. En wat ik heel hard miste in mijn opleiding filosofie was eigenlijk een soort prikkel om zelf na te denken met mijn medestudenten. Dus we hebben tijdens onze opleiding heel veel filosofen moeten leren, maar wij werden zelf niet zo hard uitgedaagd om onze eigen mening te formuleren. Hoe zit dat dan aan elkaar? Kunnen knuffels ook verjaren? Hè? Wie denkt dat Beertje een verjaardag heeft? Jawel, omdat wanneer dat hij gemaakt is, op welke dag. Ja. Dus de dag dat Beertje verjaard is, is zijn verjaardag. Ja. Ja. Wat denken de anderen? Klopt dat of klopt dat niet? Ja. Je ziet dat bij kinderen die veel filosoferen, die kunnen heel gemakkelijk zeggen van ik ben het niet eens met Jan, want... En Jan zit daar dan van oké, geen probleem, ik ben het ook niet eens, maar ik ben het wel eens met. En als je een onderscheid kan maken tussen een persoon en een mening, voelt je ook veel veiliger om het denken zelf te verdiepen. En die veiligheid om het denken te verdiepen, om je standpunten te verdiepen, om je visie op de wereld te verdiepen, helpt ons ook net om onze wereld te verruimen, om ons denken te verruimen en onze keuzes scherper te stellen, denk ik. Ik denk dat dat niet klopt, omdat als jij geboren bent, dan wordt die gekocht en dan kun je zo verder spelen. Want altijd als het mijn verjaardag is... Als zelfs op onze universiteiten het zelfstandige denken van Socrates en Kant niet erg gestimuleerd wordt, dan zijn we hier wellicht getuige van het begin van een kleine revolutie. Filosofe Marta Nussbaum pleit al jaren voor een breder, minder prestatiegericht onderwijs, waarin ook bijvoorbeeld literatuur en filosofie een plaats hebben. We teachers of philosophy know that to lead the Socratic examined life requires practice. You have to learn how to argue. You have to learn how to listen to somebody else's argument. You have to learn when you're making a bad argument and when your inference is fallacious. Those are things that a good course will teach you. But they won't teach you that by lecturing and making you take a multiple choice exam. They'll teach you by involving the child in the activity of arguing and then showing them, steering them in a gentle way to the gradual learning. Marta Nussbaum mag dan geen fan zijn van het vrije onderwijs. Op de Sudbury School in Gent worden haar ideeën wel in de praktijk gebracht. Jullie zitten vaak beneden. Wat vind jij daarvan? Vind je dat die deuren dicht moeten blijven? Of vind je dat dat wel kan, dat je die ook kan gebruiken om naar de keuken te gaan? Ja, ik vind wel dat je die ook mag gebruiken als je naar de keuken gaat. Oké. De middenste deur van de speelruimte mag ook gebruikt worden om naar de keuken te gaan. De andere deur wordt enkel in noodgevallen gebruikt. Er is respect voor iedereen. Dus als er iets gebeurt of zo op school, dan wordt altijd aangepakt. Wordt er naar iedereen geluisterd. Wordt er gekeken wat er gebeurd is en zo. En ja, het bevalt me heel erg dat er zoveel respect is en zoveel vrijheid. Respect voor elkaar en voor elkaars mening. Het lijkt geen overbodige luxe in onze versplinterde, multiculturele samenleving. Peter de Rover vindt dat het stimuleren van het zelfstandig denken ook heel goed binnen het traditionele onderwijs kan, als de leraar zijn leerlingen maar op de juiste wijze benadert. Ik ga een anekdote vertellen. Ik had een overhoring gedaan en ik zei tegen mijn leerlingen, na de les, om 12 uur op woensdag, geef ik aan al wie wil bijkomende uitleg waarom er misgelopen is of mondeling, individueel, hè, indien de punten niet zo goed zouden zijn. En morgen geef ik de overhoring terug. Dus je moet niet blijven. Ik zeg, ik zou eigenlijk liever hebben dat je niet blijft, want dan kan ik naar huis. Ik provoceerde een beetje. Ik zeg, je moet absoluut niet blijven. Morgen krijg je de overhoring terug. Je krijgt de test terug met de resultaten, maar dan zonder commentaar. Wel, ik ging even een koffie drinken in het leraarslokaal en kwam dan buiten. De hele klas stond daar te wachten en wilde vrijwillig
weten hoe het zat. Had ik tegen hen gezegd, je moet om 11:50 nablijven, ja, dan was er een revolutie uitgebroken. Dus je geeft op dat ogenblik hen zelf de keuze om de goede keuze te maken. En dan merk je dat ze eigenlijk de juiste keuze maken. Een Deens tv-experiment laat zien hoe de traditionele schoolse aanpak met de juiste begeleiding ook succesvol kan zijn. Met Peter de Rover kijken we naar een aflevering van de tv-serie Tiger Mom, waarin een Chinese lerares aan het werk gaat met een aantal allochtone kinderen die matig presteren op school. Misschien zijn slechtste project gelukkig, er er ingen tvivl om, at Sami er den største udfordring. Hverken hans danske eller hans arabiske er særlig godt, så Xinxin besøger ham i skolen for at se, hvordan det kunne gå så galt for en normalt begavet dreng. De Chinese Xinxin komt er al snel achter dat het grootste probleem voor de kinderen die ze begeleidt de taalachterstand is. Ze gaat met deze taalachterstand aan de slag en betrekt de moeders van de kinderen hier ook bij. Ze wil dat de moeders thuis voortaan consequent Deens met haar kinderen spreken. Hi, Basma. Ik merk op dat de kinderen natuurlijk in een specifiek project gestoken worden met heel persoonlijke begeleiding. Maar ze doen het graag. En daar worden wel eens verkeerde, denk ik, besluiten uitgetrokken. Men zegt wel eens een keer, kinderen moeten zich wel bevinden, dan gaan ze werken. En dan gaan ze goed werken op school. Het omgekeerde is meer waard. Als ze goed werken op school, gaan ze zich goed vinden. En gaan ze zich goed voelen, want een succeservaring doet je goed voelen. En heel veel kinderen die schoolmoe zijn, die doen dat uit een gebrek aan succeservaring. School staat gelijk aan falen. De resultaten die Tiger Mom al na een maand met de kinderen bereikt, zijn spectaculair. Roya wil 1. Knie. Klap voor 1. Veel. Het is veel. Het is leuk veel. Klap voor 1. Vol. We hebben nu een Chinese instructrice. Dat is natuurlijk geen toeval, want als je naar de PISA-studies kijkt, dan zie je dus dat in Azië in het algemeen en dan in China in het bijzonder, bijvoorbeeld in Shanghai, de hoogste scores worden gehaald. Daar bestaat natuurlijk een heel grote, hoe zou ik zeggen, werkcultuur. Hè? Pak aan, neem die eigen verantwoordelijkheid. En dat onderdeel van die Chinese aanpak, dat is iets, denk ik, dat bij ons er een stukje terug meer in mag komen. Ja, zo dit daar, Sammy. Zo dit daar. Nu skal du høre. Dengang vi startede, så kunne du ikke læse den her. Sådan en lille bog. Med stort set ingenting på siderne. Den sidste måned har du læst dobbelt så mange bøger end den her. Det er simpelthen, det betyder, at du kan gøre, hvad du vil, Sammy. Ja. Maar ook dit verhaal heeft een andere kant. Chinese jongeren mogen het dan heel goed doen op de PISA-test, een internationale test waarbij de parate kennis van 15-jarigen op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen wordt getoetst. Volgens Amerikaanse onderwijsexpert Yong Zhao zijn de Chinezen zelf daar helemaal niet zo blij mee. Someone said Chinese education is the best, the thing is the worst. They're from the top government to the general public because they said we can't produce a Steve Jobs. In zijn boek World Class Learners pleit Yong Zhao voor een onderwijs waarin het creatief denken gestimuleerd wordt. Vooral om kinderen te leren hun eigen ondernemer te worden en mondiaal te gaan denken. Today as the world we see a lot of unemployed youth. Even over 50% of our recent college graduates are unemployed or underemployed. At the same time we see companies, businesses have facing the challenge of talent shortage. So we have this talent mismatch. Basically means that our education has arrived at the point that we need to seek a new way of defining educational quality, a new way of teaching our children to face the 21st century. We have to help our children understand that they have to become job creators. In the US, there are so many opportunities. Globalization, technology, when they take jobs away, they create new opportunities. You know, for example, you know, when robotics replaced workers on the assembly line, then they created jobs for those who invent or make robotics.
So we have to help our children not to lament on the fact of jobs lost, but look at opportunities that we can create. So we have to rethink today what we have. Today as an entrepreneur, you know, it doesn't only mean business entrepreneur, it means social entrepreneurs, means intrapreneurs, policy entrepreneurs. Entrepreneur in essence is a spirit, that is, we do not expect other people to solve our problem. We solve our own problems. We create our own solution. En bij het vinden van die oplossingen mogen landsgrenzen dus geen beperking meer zijn. Aldus Yang Zhao. So what I think 21st century, the true education model should be one that's called the entrepreneur-oriented model. We want to enhance every child's strength, not fix their deficit. Wat Yang Zhao beschrijft is precies wat er met Ewout misging gedurende zijn schooltijd. Hij moest dingen leren die hem niet boeiden, terwijl de school niets deed met zijn bijzondere interesse voor lezen en schrijven. Vanaf dat je de letters A, B, C, D, E, F, G tot Z kunt schrijven, wordt je niet meer uitgedaagd. Er wordt niet meer verwacht van ja, nu gaan we schrijven. Geen opstel of nee, echt hard gaan. Uitdagen, dat zat er gewoon nooit in. Toen Ewout in de lagere school zat, dan begon hij eigenlijk pas te leren als hij terug thuis kwam. Dus dan nam hij boeken vast en begon hij van alles te doen. Dus hij zat eigenlijk de hele dag te wachten tot hij dan 's avonds kon gaan leren. Want hij is altijd heel leergierig geweest. Maar op commando dan toetsen afleggen en zo van alles van buiten gaan leren, dat botste wel met ja, hoe hij tegen ja, leren aankijkt. En je schoenen, daar ga ik mee moeten doen. Op de middelbare school werden de problemen alleen maar groter. Ja, hij is heel veel gepest geweest, omdat hij zo niet in het plaatje paste. Vanaf dat ik thuis was, trok ik me niks meer aan. Ik maakte geen taak, geen toets, niks. Dus het was voor hem niet mogelijk om bijvoorbeeld rustig op de speelplaats een boek te lezen. Dan kreeg je voorvallen dat er een leerling het boek uit de handen sloeg, omdat hij dan niet meedeed met het spel dat ze aan het spelen waren. De school belemmerde hem uiteindelijk zodanig in zijn ontwikkeling dat Ewout besloot te stoppen met naar school gaan. Hij probeerde het eerst nog wel met thuisonderwijs, maar ook dat was geen succes. Hij las bijna niet meer, hij zat hele dagen op de computer. Hij zat echt zo in een fase dat hij ja, moest bekomen van alles wat hij meegemaakt had. Maar stapje per stapje is hij eruit geraakt. Is hij terug dingen beginnen oppikken, terug gaan zwemmen en terug beginnen lezen. Hij is dan lid geworden van de Vlaamse scholierenkoepel. Zo stapje per stapje heeft hij denk ik vooral zelf daar heel hard aan gewerkt om zijn weg te zoeken. Ewout heeft inmiddels een aantal vakken afgelegd voor de examencommissie en wil het komende jaar de resterende vakken doen. Maar eerst trekt hij de wijde wereld in. Het is niet dat ik in elk land een stapje wil zetten of zo, maar gewoon de tijd nemen om te proeven van wat het leven te bieden heeft, om dingen uit te proberen. Totdat ik iets tegenkom dat me echt bevalt, waar ik met heel veel zin daarmee in kan storten. En daar wil ik dan voor werken. Dag, dag. Het traditionele klassikale onderwijs bleek voor Ewout geen optie. En ook voor Quinten niet, die naar de Sudbury School ging. En evenmin voor de kinderen van Veerle Jochems, die nu thuisonderwijs krijgen. Is er volgens Marta Noesbaum eigenlijk een ideale school? En hoe ziet die er dan uit? The schools that I like best, like John Dewey's Laboratory School, is on the campus of my university, so most of the young people I know go to that school. De Amerikaanse filosoof John Dewey wordt beschouwd als een van de belangrijkste filosofen op het gebied van onderwijs. Aan het begin van de 20e eeuw bedacht Dewey de Laboratory School, een schooltype waarin leren door te doen voorop stond. John Dewey's scholen zijn meestal verbonden aan een universiteit. In Amerika staan er nog verschillende, onder andere dus op de campus van de Universiteit van Chicago, waar Marta Noesbaum werkt. That school has still got a lot of the things that Dewey wanted, which is you learn not by sitting in one place and having a lecture, but you learn by being active. So let's say children do need to learn about the economy of the United States, but they don't learn it by having an economics lecture. They learn it by
weaving a piece of cloth, and then the teacher asks them, oh, where did this thread come from? And then they learn something. What was the labor that produced that thread? Well, then they learn something more. Who was it who was picking cotton in the fields in the South? You know, that's an avenue to learn history. So we open up through the children's own activity areas of learning. And then the learning, of course, is much more fun. Children want to learn when they're engaged and they're active, and it sticks with them. Dat er al eeuwen verschillende meningen zijn over wat de ideale school is, heeft wellicht ook te maken met het feit dat er zoveel verschillende inzichten bestaan over de vraag wat voor mensen we willen dat onze kinderen worden. Ja. De Chinese Xinxin had als enig doel kinderen af te leveren die de taal spreken van het land waar ze wonen, opdat ze zich daarna ten volle kunnen ontwikkelen. Daarvoor gebruikten ze een ouderwetse drillmethodiek en een speelse vorm van thuisonderwijs, waar de ouders bij betrokken werden. En Veerle Jochems, wat voor volwassenen hoopt zij dat haar kinderen zullen worden? Ik hoop dat we open kinderen op de wereld zetten. En veel spontaner kinderen ook. En veel ondernemender kinderen, creatiever. En die gewoon genoeg zelfvertrouwen hebben om hetgeen dat zij in hoofd hebben, om dat dan effectief ook te proberen te realiseren in de wereld. In plaats van te beantwoorden op de vraag van bedrijven, van eigenlijk vragen van generaties ervoor. Ik vind eigenlijk, de kinderen zijn de toekomst. Zij moeten de toekomst maken. Wat ze later worden, dat maakt niet uit. Het is belangrijk dat zij weten wat zij willen worden en dat zij ook het gevoel hebben dat ze capabel zijn om daar iets aan te doen. We're going to have jobs. Most of us will hope that we will have jobs. But that's not the whole of our existence. We're also going to be citizens, voters, and we have to make decisions that affect other people. And so we have to be prepared to do that well. We are also probably going to be, a lot of us, parents, or if we're not parents, we're going to be friends of people who are parents. So thinking about how to do those other roles in life well, then we work back from that and we try to design an education that prepares you to do that well. De ideale school, de ideale jongvolwassenen. Er bestaat geen consensus over. Wat ik ook zei, is dat je kunt niet van 1 miljard mensen 1 miljard basisvormingen doen. Dat gaat niet. Dus je moet ergens een soort van uniform ding. En dat is hetgeen wat ik... Quasi-uniform, toch? Ja. Maar misschien moeten we in plaats van ons zorgen te maken over al die verschillende soorten onderwijs, er juist blij mee zijn. Blij dat we kunnen kiezen uit al die verschillende schooltypes en methodieken. Wat deed Veerle Jochems toen ze erachter kwam dat haar dochter dyslectisch was? Hield ze vast aan haar vrije vorm van thuisonderwijs? Of... Als ik bij haar niet meer bijstuur, bestaat er misschien wel het risico dat zij op 15 jaar nog niet kan lezen of schrijven. En dat kan ik haar niet aandoen in deze maatschappij. Want er is te veel schriftelijk en zo. Dus heeft zij inderdaad er wel toe geleid dat ik bij haar inderdaad nog meer schoolse bij moeten gaan werken. Deze. Misschien moet er in plaats van allerlei kennistoetsen een toets komen die ouders vertelt welk type onderwijs het beste bij hun kind past. En dan nog één vraag om de zaak nog verder te compliceren, zoals de filosofie dat hoort te doen. Zou het kunnen dat nog belangrijker dan hoe we iets leren en wat we leren, het is van wie we het leren? Goed onderwijs staat en valt met goede leerkrachten. En goede leerkrachten zijn gemotiveerde mensen, maar ook mensen waar men vertrouwen in heeft. En dat zijn mensen die het gewoon heel prettig vinden en heel vervullend om jongeren mee te nemen in een reis. In een reis om dingen te ontdekken die ze op eigen houtje niet of pas veel later zouden ontdekken. En dat is ook enorm bevredigend als je dat kunt. En enthousiasme. En de basis daarvan, dat is respect en liefde. We are so bad at having relationships. We're about as bad at having relationships as the ancient Greeks were at building aeroplanes. Oh, ik heb een match.
Ja, ik heb dus een match. Volgende week in het voordeel van de twijfel. De liefde. En waarom we er zo'n puinhoop van maken. Ik weet het niet. Ik weet niet wat liefde eigenlijk nog is. Of ooit geweest is. Ik voel mij heel vaak diep dankbaar dat ik mijn man mag zien leven, mag zien groeien, mag gadeslaan. Elkaar de ruimte geven om zoveel mogelijk zichzelf te zijn.